Dagenlang zaten ze vast in Cambodja op het cruiseschip Westerdam. Maar nu zijn ze weer thuis in Winterswijk. Coronavrij en een ervaring rijker. Goedenavond. Het carnaval zit er nu echt op. Katholieke carnavalisten hebben vandaag het askruisje gehaald en slaan aan het vasten. Ik heb vanochtend ook maar een halve peer op, terwijl ik normaal soms ook 2 of 3 boterhammen eet. En kroos is een vrucht die in de vergetelheid is geraakt. Maar als het aan fruitdeler Banke ligt, komt die weer helemaal terug. Sommigen die vinden dat het een beetje op abrikoos lijkt. Anderen zeggen ja, het lijkt als weer een pruim. Anderen zeggen ja, het heeft ook wel iets kerstachtigs. Het had een mooie cruise door Oost-Azië moeten worden, maar het werd een kleine 2 weken dobberen op zee. Door het coronavirus liep de vakantie van Henk en Reinie uit Winterswijk niet zoals gepland. Uit angst voor coronabesmettingen wilde namelijk geen land het cruiseschip waarop ze zaten binnenlaten. Cambodja laat het schip waar de 2 Winterswijkers op zitten wel binnen. En na een uitvoerige medische check kunnen de vakantiegangers eindelijk weer voet aan wal zetten. Een paar dagen later vliegen Henk Koster en Reinie van Loon opgelucht terug naar huis. Nou, we vinden het erg fijn om weer terug te zijn na alle toestanden die we hebben beleefd en toch wel spanningen die er waren. Dan is het toch weer goed om helemaal terug te zijn. En ja, we hebben toch wel een aantal dagen nodig gehad om helemaal weer op orde te komen. Na uitvoerig contact met buitenlandse zaken besluit het stel ondanks de uitbraak van het virus op 1 februari aan de cruise in Hongkong te beginnen. Al snel blijkt dat het schip in veel landen niet welkom is. 2 weken dobberen ze uiteindelijk op zee. We hebben geen gevoel gehad ooit dat we vast hebben gezeten. Nee. Ook al die dagen op zee. We hebben wel gevaren, hè? Ja. Maar eigenlijk zonder doel. Ja. Familieleden en vrienden sturen het stel veel bezorgde appjes. Maar omdat er geen mensen ziek zijn op het schip, maakt het duo zichzelf weinig zorgen. Totaal niet. Nee. Paniek hebben we niet gezien. Nee, er zullen misschien wat met echtelijke ruzies zijn geweest, maar dat is ons ontgaan. Ons humeur heeft er niet onder geleden, in ieder geval. Bang voor de ziekte is het duo ook niet. Een heel peloton aan medici heeft hen onderzocht in Cambodja en alles is in orde. De voorzorgsmaatregelen vinden ze terecht. Als mensen enige verdenking hebben dat er mogelijk wat zou kunnen optreden, moeten ze die maatregelen treffen. Daar kun je niet laconiek mee omgaan. Dus ik ben helemaal eens met alle maatregelen die ze hebben getroffen. Misschien lijken ze wat overbodig, maar wij vonden dat niet. Ondanks het hele avontuur sluit het stel een nieuwe cruise nog niet helemaal uit. Nou ja, je denkt altijd wel na, maar we vinden de tijd nog niet rijp daarvoor. Nou, bijvoorbeeld naar Noorwegen, denk ik dan. Zoiets. Niet meer zo ver weg even voorlopig. Ja, en op onze site gld.nl leest u meer over het coronavirus. Zo blijkt uit een rondgang langs Gelderse huisartsen dat Gelderlanders zich nog geen grote zorgen maken. Maar dat ze wel informeren naar het virus. Carnaval is voorbij. Gisteravond was de laatste feestavond. En ook in Husse werd dat uitbundig gevierd. Tientallen verklede mensen kwamen in Café de Gouden Engel samen om 4 avonden op rij carnaval af te sluiten. En al dat feesten, dat zien de carnavalisten als topsport. Ja, sowieso topsport, of niet Robin? Ja, zeker. Ja, volle bak topsport. Een avondje knallen nog en dan zijn we klaar. Dan gaan we morgen weer het Alsenkruisje halen. Ja, het carnaval zit er dus op en vandaag op Aswoensdag halen katholieken traditioneel een askruisje in de kerk. Het is het begin van de vastenperiode, die loopt tot Pasen. Maar dat askruisje en dat vasten, doen we dat tegenwoordig nog wel? Bedenk dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. Bedenk dat gij stof zijt en tot stof... Het voelt wel bijzonder. Het is echt zo'n markering in het jaar waarmee de vaste begint. Ik vind dat wel een moment om even stil te staan bij de dingen in het leven, meer dan op andere momenten. Een askruisje halen. Het lijkt misschien niet meer van deze tijd. Maar bij de studentenkerk in Nijmegen wordt de viering nog altijd goed bezocht. Ik zie dat er nog steeds mensen op afkomen. Kijk, nu was het een klein groepje, maar vanavond dan verwacht ik echt zo'n 100 mensen. Het blijft toch altijd wel hetzelfde aantal. Marijke haalt vanavond haar kruisje. Ze is 21 en lid van de Katholieke Studentenvereniging in Nijmegen. Ze start vandaag met vasten. Als woensdag is het natuurlijk een speciale vastendag. Dus ik heb vanochtend ook maar een halve peer op. Terwijl ik normaal soms ook 2 of 3 boterhammen eet. En nu ook 2 boterhammen in plaats van 3 of 4. Maar vasten is meer dan alleen sober eten. Het tv kijken, het spelletjes spelen op mijn telefoon, van al dat soort activiteiten waar je eigenlijk niet zozeer met God bezig bent. Meer bidden, meer leven in het nu, meer genieten van de mensen om je heen. Het askruisje moet goed zichtbaar zijn. En nee, het is niet de bedoeling dat je hem er snel weer afpoetst. Eigenlijk niet, nee. We lopen daar de hele dag mee rond, ook als een soort van getuigenis. Maar het voelt ook wel een beetje als je denkt, oh ja, nu moet ik dadelijk weer naar mijn werk. Wanneer poets ik het eraf? En wanneer poets je het eraf? Nou, ik vrees voor dat ik op mijn werk kan komen. Waarschijnlijk nog enkele uurtjes straks. Wellicht niet om naar de kroeg te gaan, maar hier op de campus, ja. Een jaar celstraf heeft het Openbaar Ministerie geëist tegen een 41-jarige vrouw uit Heerenveen. De vrouw zou 5 mensen voor duizenden euro's hebben opgelicht met een huurhuis in Rheden. Ze zou zich hebben voorgedaan als de eigenaar van dat huis en het aan alle 5 slachtoffers te huur hebben aangeboden. Verdachte die heeft slechts oog gehad voor haar eigen financiële gewin en heeft zich totaal niet bekommerd om haar slachtoffers. En daarom vindt het Openbaar Ministerie dat de verdachte geen werkstraf moet krijgen, maar een celstraf met een fors voorwaardelijk deel. Dat verdachte alles behalve schuldbewust is, alles ontkent en het recidieve gevaar wat door hem, medegelet daarop, levensgroot is. Zij weet dus, zij moet iets boven haar hoofd hebben hangen, waardoor ze hopelijk nadenkt en het eens een keer anders gaat doen. De verdachte is 4 keer eerder veroordeeld, onder andere voor oplichting. In deze zaak zou ze via Marktplaats en Facebook een huis in Rheden te huur hebben aangeboden, een huis dat ze zelf huurde. De vrouw zou uiteindelijk met 5 mensen een huurovereenkomst zijn aangegaan voor in totaal ruim 16.000 euro. De 5 kregen pas in de gaten dat er iets niet klopte toen ze elkaar bij de woning zagen voor de sleuteloverdracht. De slachtoffers in deze zaak reageerden heel emotioneel op de gang van zaken tijdens de zitting. Ze vinden de celstraf, de geëiste celstraf van 1 jaar, ook veel te weinig. En daarnaast betwijfelen ze of ze het geld dat ze overgemaakt hebben aan de verdachte voor huur en voor de aankoop van meubels, of ze dat geld ooit terug zullen zien. De verdachte ontkent alle beschuldigingen en zegt dat ze zelf het slachtoffer is van een complot. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. We hadden het nog niet meegemaakt deze winter. Maar vanmorgen zagen veel mensen, toen ze hun gordijnen opendeden, een witte wereld. Het mag wel even wit worden, maar dan moet het blijven liggen. Seksclub A15 Girls in Wadenoijen gaat de deuren weer openen. Het bordeel brandde in september vorig jaar af, maar de eigenaar heeft nu een vergunning gekregen om maandag in de noodgebouw weer te beginnen. De tijdelijke plek bestaat uit wooncontainers in de tuin van de voormalige boerderij die verloren raakte in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand is niet vastgesteld en de eigenaar wil de oude boerderij herbouwen. Een optiek aan de Emmastraat in Velp zit met een flinke strop van duizenden euro's na een inbraak. Daar werden afgelopen nacht tegen 4 uur brillen met gouden monturen buitgemaakt. De politie laat op Facebook weten dat de inbraak gepaard ging met knallen. 3 mannen gingen er met de buit vandoor. De verdachten droegen volgens de politie een pet en een capuchon en zouden circa 1,80 meter lang zijn. En de dialectfilm De Beentjes van Sint-Hildegard van Johan Nijhuis en Herman Vinkers is een succes in de Achterhoekse bioscopen. Zowel in Winterswijk als in Doetinchem worden extra voorstellingen ingepland die volgens regio 8 stuk voor stuk uitverkocht raken. De bioscoop in Doetinchem schat dat deze week 800 bezoekers per dag de film komen bekijken. In Winterswijk zijn in 12 dagen meer dan 3000 mensen naar de dialectfilm geweest. Dat maakt De Beentjes de best bekeken film in die bioscoop. Kroos is een vergeten fruitsoort, familie van de pruim. Maar de vrucht is hard op weg een comeback te maken. Teler Thijs Banke uit Bovenleeuw doet enorm zijn best om de boom aan de man te brengen. Zijn ouders hadden al krozenbomen in hun boomgaard staan. En nu heeft Banke er zelf inmiddels ook 100. En ondertussen kweekt hij de boom om hem te verkopen. Nu al bloesem bij de krozenbomen, straks de oogst, maar hoe smaakt de kroos? Ja, die pit moet er even uit, hè? Sommigen die vinden dat het een beetje op abrikoos lijkt. Anderen zeggen ja, het lijkt al veel op pruim. Anderen zeggen ja, het heeft ook wel iets kersachtigs. Dus maar, ik hou toch maar op die echte krozensmaak. In de jaren 70 van de vorige eeuw stonden nog heel wat krozenbomen in de Betuwe. Nu is de kroos op veel plekken verdwenen uit het landschap. Eén oorzaak is toch dat het grote bomen zijn, hè? Dus dat is lastig met plukken. En door de economische wetten eigenlijk is die kroos verdwenen. De kroos was een echt een primeurvrucht. Dus voordat de pruimen rijp waren, waren er krozen. En later zijn er de importpruimen gekomen. En die hebben eigenlijk de kroos van het toneel laten verdwijnen. En u wil het weer terug op het toneel? Ja, ja. Ja, hier zijn, doordat we hier 12 verschillende bomen hadden, hebben we hier ook zaailingen gewonnen. Ik ben hier zo opgegroeid. Mijn voorouders waren verzamelaars. Stekjes werden uitgewisseld. En toevallig dat hier dan 12 verschillende krozenbomen stonden. Ah, dit is een van die nieuwe rassen, dat is de Pearl Beauty. En die naam heeft hij te danken aan die mooie roze bloesems, maar ook het feit dat hij de hele zomer die rode vruchten bij zich heeft. Ja, ik vind het wel een aanrader. Het komt niet vaak voor dat een gebouw, dat ook nog eens een rijksmonument is, in een hijskraan hangt. En toch gebeurde dat vanmorgen bij Tricht. Een gebouwtje van een gemaal wordt tijdelijk verplaatst om zo de bouw van een nieuwe pompinstallatie mogelijk te maken. Wat stelt het nu eigenlijk voor? Een gebouwtje van 4 bij 4. Het is een monumentje, hè? Ik vind het heel leuk dat het bewaard blijft. Het is echt dat ze er zoveel moeite voor doen om zo'n klein huisje eigenlijk te bewaren. Vind ik wel leuk. Het huisje staat nu wel even in de weg. Er moet voor dit oude gemaal een krachtige installatie in de plaats komen. Op de plek waar het gemaaltje nu staat, daar komen de leidingen voor het nieuwe gemaal wat erachter komt. Dus het is wel beter voor ook de bedrijfsvoering op dit moment om het gemaaltje even te verplaatsen, maar daarna weer terug te zetten, zodat het een onderdeel wordt van het geheel. De Heemraad en de baron van het naastgelegen landgoed Mariënwaard mogen even net alsof de kraan bedienen. Maar dan begint het echte werk. Maar waarom zoveel moeite voor dit oude huisje? Maar het is ook een uniek huisje, in die zin dat het van 1926 is en toen al een elektrisch gemaal was. Dus dat is eigenlijk wel uniek. En ik vind het ook wel prijzenswaardig, want het zal zeker niet een economisch besluit zijn geweest om dit gemaaltje te behouden. Maar prijzenswaardig dat dat wel gebeurt. De nieuwbouw van het gemaal is nodig om de waterstand bij toekomstige klimaatverandering de baas te blijven. De werkzaamheden gaan hier nog ongeveer een jaar duren. Dan zal dit rijksmonument weer teruggeplaatst worden. Sneeuwliefhebbers hebben er lang naar uitgekeken. De eerste sneeuw van deze winter. En vanochtend dan was het eindelijk zover. Het KNMI waarschuwde vanochtend voor plaatselijke gladheid. En in verschillende gemeenten gingen strooiwagens op pad. Maar de meeste sneeuw was er weer snel verdwenen. Behalve in Groesbeek. Daar in de heuvels blijft een witte deken doorgaans langer liggen dan op andere plaatsen. Hier is sneeuw, ja. Niet iedereen denkt bij sneeuw aan pret. Maar om iets te doen, bedoel je? Of zo? Ja, bijvoorbeeld skiën, langlaufen of sleeën. Nee, dat is veel te weinig. Dan moet je echt bij de koning en de koningin zijn. Ja, daar inleg hebben ze altijd sneeuw. Zij wel, maar wij niet. De echte liefhebbers willen sneeuw en zo lang mogelijk. Het mag wel even wit worden, maar dan moet het blijven liggen. Het is alleen weer heel snel weg, hè? Sowieso op het wegdek waar gestrooid is. Op de stoep lijkt het hier en daar uitkijken geblazen. Nee, dat valt wel mee, want volgens mij is niets opgevroren. Met weemoed wordt er teruggedacht aan vroegere tijden. Ik mis de winters wel. Dus het sneeuw is leuk voor de kinderen, maar niet als je de weg op moet. Gelukkig blijft de sneeuw lang genoeg liggen voor wat winterse plaatjes. Heel leuk om te zien zo, dat wel. Ja, in Groesbeek. In Groesbeek, inderdaad, ja. Ja, en dan het weer. We hadden dus de eerste sneeuw van de winter vandaag. Niet heel erg veel, maar op sommige plaatsen net genoeg voor een sneeuwpop, zoals hier in Putten. Vanavond vallen verspreid enkele buien, soms met een winters karakter. Er staat een matige en langs de randmeren soms vrij krachtige westenwind. Vannacht dan koelt het af naar 0 tot 2 graden en er zijn enkele opklaringen. Maar plaatselijk valt een bui en lokaal kan het glad worden. Morgen dan is het bewolkt en volgen vanuit het zuidwesten perioden met regen en natte sneeuw. De temperatuur ligt rond 3 graden, maar in neerslag iets lager. En dan kijken we nog even vooruit. Vrijdag dan blijft het grotendeels droog. In het weekend wordt het weer wisselvallig met regen en wind. Het wordt wel zachter. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site een verhaal met graafschaptrainer Mike Snoei. Met zijn ploeg maakt hij een goede periode door. En als hij dat volhoudt, dan kan hij vrijdag periodekampioen worden. U leest het op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.